Hi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik wil eerst tonen wat ik aan heb. I'm wearing a dress, woe, en boots. En ik voel me een lady. dat hoort zwart te zijn, maar het is precies blauw uitgeslaan. Maar kijk, bon. Ik ga nu naar Vicky. Dat is een vriendin van ons, die is opticia, of werkt binnen opticia. Ergens, ze werkt met bril. En ik ga nu gaan kijken voor lenzen, want ik ben te blind aan het worden, maar haar is nog dat trouwens. Ik ben te blind aan het worden en ik wil niet heel de tijd met de bril aanlopen. Want ik voel me soms moeder Teresa. Dus dat is wat we gaan doen. By the way, sorry als je regen hoort voordat ik vertrek. Wil ik ook zeggen, gisteren, nou, als je me op Instagram volgt, heb je dat al gezien. Maar ik heb dus mezelf buiten gesloten. Mijn therapeut zei dat ik meer naar buiten moet gaan en dingen moet doen voor mezelf. Dus ik zit thuis na therapie, ben aan het eten. Ik zeg, ik ga houtblokken bijhalen om de kachel aan te vullen. Want de blokken waren op. Dus ik doe Jack's schoenen aan. Ik heb geen gsm in mijn handen, geen sleutel in mijn handen en geen jas, oké? Okay? We zijn winter, hè? Het voelt aan als winter. Eigenlijk zijn we officieel al winter. Ik denk het wel. Swat, dat doet hier niet toe. Dus ik doe de deur open van de tuin. Als je de house tours al gezien hebt en de updates. En je ziet net dat ze met de hendelen zijn naar beneden moet trekken. En dat is hoog last. Dus ik ga naar buiten. Ik doe die deur toe achter mij en ik hoor hem gewoon in slot vallen. Ik hoor hem gewoon omhoog slaan en in slot vallen. Dus ik heb mezelf buiten gesloten uit huis. Ik kon langs nergens binnen. De katten waren aan het kijken naar mij van, ah, dat is jammer. Sad for you. Dus ik heb hier heel domein afgelopen. Onthou, er woonde hier bijna niemand. Oké, okay, bijna niemand. Dus ik heb in Jack's schoenen, zonder jas, in de kou, zitten zoeken naar iemand dat thuis was. Zodat ik kon een gsm gebruiken en Jack's kon bellen. Hij pakte niet op, want die staat op dak, dus dat gaat niet. Dus ik belde naar zijn collega. Die ging het wel laten weten, maar Jack was eigenlijk rapper. En ik had zoveel geluk, zoveel geluk, dat hij eigenlijk praktisch klaar was met werken. Dus ik moest maar een half uurtje of zo wachten. Maar in totaal heb ik toch wel een uur mezelf buiten gesloten. En ik wil daarbij zeggen, dat is niet de eerste keer in mijn leven dat is gebeurd. En ook zonder gsm, zonder schoen. Zonder sleutel, zonder jas. Dus ik denk dat hij zei, you need to listen to your therapist. Dus ja, kijk. Ik ga pakketjes aan doen en ik ga kijken voor mijn lenzen. Ik ga proberen met mijn gsm binnen een beetje te filmen. Omdat ik dat altijd een beetje awkward vind. Maar ja, ik wou dat delen. Ik had mezelf buiten gesloten, uit huis, in een bos, in het putje winter. Hey! Ik ben aangekomen. Ik weet niet of ik de enige ben, dus nu 4 minuten na opening en ze wist dat ik kwam, maar toen had ik zoiets van, ik wil de mensen like, niet op je eigenlijk, je bent net klaar met je pauze. Ik kan niet de enige zijn, ik kan niet de enige zijn. Dat is zelfs like, zo, als je nog naar de winkel moet en het is zo half uur voordat ze sluiten, kom ik zo binnen. Ik weet wat ik moet hebben hoor, omdat ik dat like, zo erg vind en ik denk dat enkel mensen uit de verkoop weten wat dat is voor andere mensen in de verkoop en daarom doen we zo. Dus ja, kijk, ik ga kijken voor te zien hoe blind ik eigenlijk ben. I'm gonna be blind. Ik weet dat nu al, want mijn bril nu is ook niet meer zo scherp like dat moest zijn. Ik heb die nu 2 jaar. Kos. Oepsie. Hi. Ik heb lenzen mee en lenzenvloeistof. Om een keer te proberen. Kun je zeggen, als je elke dag lenzen draagt, met respect, ik weet niet hoe dat ik het ga doen. Maar het goede nieuws is dat mijn ogen eigenlijk dacht dat het verergerd was, maar het is eigenlijk verbeterd. Dus dat is eigenlijk wel goed. Dus ja, ik ga nu volwassen duties doen, omdat dat moet. En dan zie ik jullie in het volgende stukje. Kan je niet zeggen wat dat is? Ik ga dat doen dan nog. Goedemorgen, ik heb een lens in. Je ziet het, mijn make-up is al heel uitgelopen. Ik heb mijn lenzen in en die is eigenlijk echt zo van, maar deze voelt scheet irritant. Ik heb ook little friend on my chin. Dus ik heb oogdruppels gehad in de apotheek. Maar fucking hell. Dag 1 van lenzen. Ik denk al dat ik een pluisje of zo eronder heb.
zo. Maar ja, kijk, ik wou dat even zeggen, want je zit goed. Maar ja, dus ik heb oogdruppels gehaald. Ja, mijn eigen achter kerstcadeaus. Jack staat letterlijk nu op dak. En dat je zegt dak, fucking dak. Ik had in de spiegel toen zie hem daar staan. Kijk, fucking hell. Zie je hoe hoog dat is? En dat is nog niet hoog voor hem. Had hem dat, toch niet op de ladder dragen eigenlijk? Had hem uw ladder op een ladder dragen? My boyfriend is insane. Holy shit. Kijk naar mijn knappe vent dat achter de hoek is. Hoi. Ik ben net van de kartingbaan en ben 2 keer uitgeschoten in de bocht. En echt met een serieuze knal, kan niet goed uitleggen. Maar ik heb massa zeer aan mijn rug. En blijkbaar staat er bult op, dus we gaan kijken. Oh shit. Ja. That shit's gonna hurt. Fuck. Oh my god. Zo van nog. Wanneer jullie dit gaan zien, gaan de feestdagen waarschijnlijk al voorbij zijn. Omdat ik heel stukjes bij hem plak. Maar ik wil jullie wel even tonen wat ik heb gehad voor Secret Santa. Dus. Ik heb een aloe vera plant gehad. En hopelijk blijft hier leven, want heel veel planten zijn dan beheven nu die in Halloween. Die zijn die hier wel mee, die is ook dying. Dus de planten zijn hier niet aan het driven, zelf niet aan het surviven. Dus hopelijk blijft deze intact, die heeft 2 baby's. Ik ga hem gewoon even in die pot laten en gewoon laten acclimatiseren en we zien wel. Dan heb ik zo een zakje gehad, ook voor Secret Santa. Met zo pennetjes op, like, sorry, I can't, I have plans with my cat, and plant mama, stay wild, moon child, feminine energy, and is Mercury in retrograde. Dan heb ik Black Opium gehad, die parfum. En dat is mijn school, ik heb de gast van mijn zusje, en like, ik heb gewoon een witchy tea set gehad. Like, wat? Mijn school. Dan, kijk, toevallig, ik heb nog een tas ervan. Dus ik heb praktisch heel de set. Zo, I'm happy. Ik wou dat ik gewoon een keer delen. Ik ga mijn haar kleuren. Ik krijg het beste outfit ooit aan. Dus ik heb boksen mee, mijn haar kleuren, maar kijk naar die uitgroei. En ik ga ook een stuk donkerder gaan van mijn bruin. Als de blazer bij hoort. Maar hij vraagt wat ik gebruik. Gewoon ontkleuring met 20 volume. En dan voor donkere ga ik de Fanola 414 gebruiken. Ik hoop dat ik met 1 tube ga toekomen voor mijn haar. En die niet, heb ik nog een tube liggen beneden. Over tubes gesproken. Handschoenen. Handschoenen. Dus ik zie jullie wanneer dit erop ligt. Want dan ga ik kaarten leggen. Het ligt er allemaal op en ik denk dat ik geen kaarten ga leggen terwijl het erop ligt, want ik heb nog een half uur kunnen. Dus, en dan moet er waarschijnlijk nog een toner op mijn blond. Ik heb toch nog toner erop gedaan. Ik heb de T11 van Fanola erop gedaan. Voor moest je hetzelfde kleur wel in, met 10 volume. Ik ga dat nu een half uurtje laten inwerken, normaal ook een uur. Maar ik begin met een half uur. Because my hair is dead. En dan ga ik douchen en ga ik het verzorgen en al die dingen. All the good stuff. Kijk, dit is mijn haar. Het is klaar. Ik heb getoond wat het dus goed was, want anders ging het te geel zijn. Juist het blond is echt. Ja, het zitten zo van die korte afgebroken stukken bij waar ik eigenlijk niet veel aan kan doen. Want mijn bruin is eigenlijk nog in orde. Dus ik denk dat ik gewoon begin een beetje maskertjes
gaan doen, zodat het niet meer afkraakt. Dus als je graag zo dat blond eronder wil, weet wel, zo heel dat blond, houd er rekening mee dat dat niet zo gezond is. Because your hair will break. En het is ook zo wat een warmer bruin. Het is wel een tint donkerder. Denk zelf dat ik volgende keer nog donkerder zou durven gaan. Ik ben net zo aan het neigen om bijna zwart te gaan. Dat is een beslissing die ik nu niet direct ga pakken, want dat is niet verstandig. Als ik dat nu ga doen, dan is er echt geen terug. Geen weg terug. Dus nu heb ik een toonhoogte 4, kom van een 5. En dan zie ik hoe dat onderhoudt. Oké. Okay. Moeilijk. You little hoe. Wow.